dat je weer kijkt. Mijn naam is Matthijs Klaasner en dit is een tutorial voor de wiki-opdracht. De wiki-opdracht doen we in leer 1 bij de opleiding animatie. Waarbij wiki onze fictieve opdrachtgever is, dus geen echte opdrachtgever. En we maken daarbij een remake van een al eerder gemaakte commercial die prachtig in 2D is uit te werken. We hebben daarvoor wel een nieuw storyboard aangemaakt. Sterker nog, we hebben twee storyboards aangemaakt met mooie tekeningen van Marco Zielhuis. En daaraan vast twee mooie shots geplaatst aan het begin en aan het einde. En daarmee ga je eigenlijk het verhaaltje vertellen in zo'n 15 seconden. Je kan hier dus een keuze uitmaken uit welk storyboard je wilt gaan gebruiken. Laten we uitgaan van storyboard A. Dan kan je hier aan de rechterkant alle storyboards selecteren die je wilt gaan gebruiken. Ik heb deze ook genoemd in wiki A, B en daaruit kan je dus die keuze gaan maken. Ik sluit ze eventjes allemaal, zodat ik mooi een selectie kan maken van de mapjes of de artboards A1 tot en met A6. Want die wil ik gaan opslaan als losse plaatjes, zodat ik daarmee in Animate aan de gang kan gaan. Ik kies hiervoor File en Export, want dan wil ik die artboards als een file gaan opslaan. Nou, vervolgens moet ik natuurlijk een plekje aangeven waar ik die dan wil gaan opslaan. Nou, dat wil ik gaan doen op mijn desktop. Wikidemo noem ik hem eventjes. Het is natuurlijk altijd goed om op een logische plek te gaan opslaan. Vervolgens gaat dit storyboard heten en daarachter komt dan een nulletje te staan. 01, 02, 03 enzovoort. En dat maakt het wel heel erg overzichtelijk. Vervolgens zet ik bij de export options eventjes de preserve artboard uit. Zodat ik niet allemaal rommel meekrijg in Animate wat ik eigenlijk niet echt nodig heb. En verder is eigenlijk alles prima ingesteld. Dus ik kies voor run. En dan zal hij de geselecteerde artboards gaan exporteren. Hoppatee. En dat was hem al. En als het goed is, hebben we nu op het desktop daar een mooi mapje bij gekregen. Wiki demo. En daarin zitten inderdaad de 6 losse artboards. Nou, en die gaan we gebruiken in Adobe Animate. Dus laten we daar gelijk even naar over gaan schakelen. In Adobe Animate gaan we nu verder met het binnenhalen van de artboards. In een nieuw document kan je dan eigenlijk gaan kiezen voor best wel wat basisinstellingen. Voor deze commercial is het belangrijk dat je begint in ActionScript 3.0. En als we gaan animeren, dan wil je heel graag dat het geluid goed gaat meewerken. En dat werkt het beste in ActionScript 3.0. Wanneer je webanimaties gaat maken, die gaan draaien in de browser, dan zou je moeten gaan kiezen voor HTML5 Canvas. Maar in dit geval gaan we gewoon een commercial maken die op tv uitgezonden moet worden. En dan kiezen we voor ActionScript 3.0. En vooral als reden het geluid moet goed zijn. Ook hier kunnen we in de properties gelijk gaan duiken van het document om daar de juiste afmetingen aan te gaan geven. Dus ik ga naar de properties en hier kies ik voor een breedte van 1920 pixels en een hoogte van 1080. Dat is precies HDTV kwaliteit en op die manier zijn ook de artboards aangemaakt in Adobe Photoshop. Dus ik kies hier wel nog eventjes voor Fit in Window en dan zien we hem keurig netjes daar staan. En dat geeft ons een reden om nu te gaan importeren. Ik ga naar File, Import en dan Import to Stage. En dan komt alles gewoon gelijk hier op mijn stage terecht. En dan kan ik naar mijn Wiki Artboards. Op dit moment kan ik geen PSD selecteren. Dus ik ga even naar mijn Options. Want ik wil hier blijkbaar alleen een MP3 importeren. Dus ik kies voor All Files. En dan kan ik zeker wel mijn Photoshop documenten gaan importeren in Adobe Animate CC. Kies voor open en vervolgens vraagt hij, dat is allemaal leuk en aardig wat je wilt importeren. Wat wil je doen met de lagen? Nou, ik wil eigenlijk dat er gewoon ook een netjes een mapje voor gemaakt wordt. Dus ik kies hier eigenlijk eventjes voor gewoon de normale import settings, animate layers. Dus dan hou ik ook maar gewoon mijn lagen intact. Eigenlijk allemaal prima, dus ik kies voor import. En dat doen we ook voor de volgende artboards. Nou, die artboards aan het begin en aan het einde die zijn wat complexer, omdat er wat meer objecten ook in zitten. De pakjes en de achterliggende schaduwen, dat zijn deze. Die zijn niet zo heel erg mooi overgekomen vanuit Photoshop. Dus daar moeten we straks nog wel wat mee. Maar als we dit nu eigenlijk allemaal gaan dichtklappen, al die mapjes die er nu aan zijn gemaakt, dan zie je dat je eigenlijk al een mooie structuur gaat krijgen van je scènes. Dus er is al een mooie volgorde eigenlijk die je kan aanhouden. De reeds bestaande layer 1, die eigenlijk er al was vanaf het begin, die is helemaal leeg. Je ziet hier ook een klein
leeg keyframe. Dus hier zit eigenlijk helemaal niets in. Dus die kunnen we gewoon weggooien. Want dat hebben we eigenlijk allemaal niet nodig. Binnen in Animate moet je heel erg gestructureerd werken. En ik vind het daarom dus ook prettig om die mapjes hier te hebben. Dat je per shot kan gaan werken. Maar ook heel belangrijk is om het geluid er alvast bij te halen. Want in het geluid kan je wat timing gaan vinden. En dan weet je een beetje hoe lang jouw shots moeten gaan duren. Dus vanaf de Spark-pagina waar we vanaf werken kan je het WAF-bestandje gaan downloaden. Het geluidsbestandje. En als we die importeerden, dan komt die terecht in de library. Dus hier aan de rechterkant vind je de library. En daar staat nu het wiki geluidje. In feite kan je geluid echt overal opslepen. Want je ziet het niet. Je kan het alleen maar horen uiteraard. Maar ik vind het ook wel prettig om het in een aparte layer te gaan hebben. Dus ik kies hier voor een new layer. Die wordt dan hier in dit geval nu boven wiki 6 geplaatst. Maar ik ga deze eventjes sound noemen. En die wil ik eigenlijk bovenaan hebben staan. Op deze manier. Het geluid moet wel altijd in een keyframe geplaatst worden. En het mooie van zijn nieuwe laag is dat hij altijd een eerste keyframe al aan jou geeft. En die staat nu in frame 1. En dat is ook precies het moment wanneer het geluid moet gaan starten. Dus als ik nu met die laag geselecteerd mijn geluidje op de stage sleep, dan komt hij hartstikke mooi in dat ene keyframe terecht. Maar dan blijft hij maar één framepje leven. En we willen natuurlijk graag dat het geluid gedurende de hele commercial te horen zal zijn. Maar daarvoor moeten we nog wat dingetjes gaan aanpassen. Ik wil mijn instellingen nog iets aanpassen. Zodat ik niet ieder framepje hoef te gaan tekenen straks. Maar om het framepje kan gaan tekenen. Dus standaard bij de properties vind je een instelling van 24 beeldjes per seconde. Ik ga die terugbrengen naar 12 beeldjes per seconde. Dan hoef ik simpelweg maar de helft te tekenen. En dan zie je ook dat die secondes in de tijdslijn een beetje gaan verspringen. En ik wil daar een klein beetje op uitzoomen. Zodat ik die 15 seconden in beeld heb. Want zolang duurt het geluidje. Dus als ik nu in frame 15 klik en ik druk op F5 op mijn toetsenbord. Daarmee maak ik een nieuw frame aan in 15 seconden. En dan zie ik dat hier het geluidje helemaal doorloopt. En blijkbaar duurt die nog ietsje langer. Dus als ik nog een paar keer op F5 druk, dan zie ik dat op een gegeven moment het geluidje ophoudt. En dan heb ik genoeg eigenlijk om het geluid te gaan horen. Nou, om dan nog wat structuur aan te gaan brengen, wil ik eigenlijk een soort van hoofdstuk markers hebben hierboven in mijn tijdslijn. Zodat ik weet waar welk shot gaat beginnen. Dus ik kies voor een new layer. En die noem ik gewoon eventjes markers. Op deze manier. En dan kan ik eigenlijk steeds keyframes aanmaken en daar een labeltje aan vasthangen. Het eerste keyframe wordt hier ook alweer gegeven. Als ik dat keyframe selecteer, dan kan ik hier aangeven dat dit shot 01 is. Dat is het openingsshot. Vervolgens weet ik dat op framepje nummer 30. Daar zit een mooie beat in het geluid. Daar zou ik een tweede shot willen gaan plaatsen. Dus eigenlijk het eerste storyboard shot. Dus ik doe een F6. Zodat ik een keyframe kan maken op dat plekje in de tijd. En hier plaats ik shot 02. En dan zie je dat duidelijk weergegeven. Dat geeft je gewoon wat meer houvast. Dus het is niet zozeer een must om dat te doen. Maar gestructureerd werken werkt gewoon heel prettig. En je moet je voorstellen dat je in de animatiewereld vaak met teams samenwerkt. En eigenlijk moet jouw collega dan kunnen inspringen in jouw bestand. En precies weten hoe je aan de slag, hoe die verder aan de slag moet gaan. Eigenlijk wel heel prettig om op die manier ook gestructureerd te blijven werken. Shot 04. En dan hebben we nog shot 05. F6, nieuw keyframe. En uiteindelijk ergens bij 122 zat nog een leuke beat. Dus ook weer een F6. En dit is de payoff, dus die moet wat langer blijven hangen bij de kijker. Dus die duurt ook echt wel een stuk langer. En dan gaat het eigenlijk omdat het grootste deel van de animatie gaat plaatsvinden. Van shot 2 tot en met shot 5, want daarin moeten we gaan animeren. En shot 1 en shot 06, die zijn wat statischer. Dat plopt misschien wat, maar dit is dan eigenlijk de basisopzet.
Nou, hoe gaan we dan nu verder om er eigenlijk een animatic van te gaan maken? Dat is eigenlijk zo'n mapje openklappen en dan per stuk het gewoon wat lengte gaan geven. Dus ik weet nu dat wiki A01, in dit geval, dat moet gaan duren tot aan dit keyframe. Dus als ik daaronder ga selecteren en ik maak een selectie van dat mapje. Op die manier. Dan kan ik daar met F5 een aantal keyframes aan vastkoppelen. Misschien is hier één framepje te ver gegaan. Dus dan maken we nog een selectie van het laatste framepje. En met Shift F5 kan je weer een framepje ervan afhalen. En nu weten we dat dit shot in ieder geval de eerste 30 frames blijft staan. Nou, die gaan we weer dichtklappen. En om ervoor te zorgen dat al die markers bovenin en het geluid niet worden aangetast, is het ook wel prettig om de lagen even op slot te zetten. Nou, en zo doen we dat ook voor de volgende laag. Daarin zit niet zo heel erg veel. Daar zit maar één framepje in, één keyframe. En die kunnen we dan eigenlijk gaan oppakken en verplaatsen naar het plekje waar die zou moeten gaan beginnen. Dat is op deze plek in tijd. En ook daar drukken we weer op F5 om uiteindelijk die animatie te gaan laten plaatsvinden tot aan dat framepje. En nu zie je dat die nu overgaat van dat shot naar dat shot. Ja, en zo doen we dat ook bij de volgende mappen. Dus deze oppakken tot aan het plekje waar die moet gaan beginnen. F5, mapje weer dicht. En dan aangekomen bij het laatste mapje. Ja, daar zit echt wel wat meer werk in verscholen. Dus dan pakken we het eerste keyframe en het onderste keyframe met Shift ingedrukt. Slepen we naar 122. Dan kan dat vervolgens blijven duren tot aan dit frame F5. En vervolgens hebben we daarbij de animatie gemaakt. Deze duurt eigenlijk nog ietsje te lang. Shift F5. En laten we even kijken naar het resultaat. Met Enter kunnen we afspelen. Wiki, natuurlijk lekker! Goed bezig! Met de vernieuwde Wiki fruitdrinks. Natuurlijk lekker met 30% minder suiker. Lekker belangrijk! Hoppatee, nou, dit is een mooie basis om uiteindelijk op te gaan animeren.